Previously on Resident Evil Revelations. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Raymond realized that Morgan was not who he seemed. So we set this trap together. The whole Veldro Revival Act. The mountain hideout, and the coordination of the ships. All to put heat on Morgan? But I haven't given up yet. They've left us with an ace in the hole. Ja, en dat was de laatste samenvatting die we krijgen in deze walkthrough, want episode 12 is de laatste episode. En ik heb nog niet alle handprints. Ik moet er nog twee, dus ik hoop dat die alle twee dan in die laatste episode zitten. En ik ben nog niet dood gegaan in de hele walkthrough. Dus dat zijn twee grote achievements die ik hopelijk ga binnenhalen aan het einde van deze walkthrough. Anyway, episode 12. De laatste episode. Let's do this. The final queen. Yes, Queen Dido. She's been resting on the ocean floor since that day. Which means we'll find her. At Terra Grigia. Exactly. We have a responsibility to see this mission through. O'Brien out. Niet nou aan de drugs gaan houden. What the fuck? FBC, everybody freeze! Olive, put your heads in the air! Morgan Lansdale. We're taking this show over. The BSAA is hereby under the direct supervision of the FBC. Clive R. O'Brien, you are under arrest for collaborating with the terrorist organization Veltro. Chris, chill. You're our only hope. Pardon. Ik heb de controle in mijn klauwen, ouwe. Zo te zien, I am your only hope. There it is. The remains of Terra Grigia. And the Queen Dido. Approaching drop-off point. Okay, we are going to do some diving. Kijk eens. Hier kan Subnautica nog een puntje aanzuigen. That's the Queen Dido. The third queen. Oh, volgens mij moet ik mijn controle weer aan goor draaien. Ja, zo, kijk hier. Kijk, Resident Evil Revelations. Dit zijn dingen. Daar gaat toch je controle van naar de klote, of ben ik nou gekke Henk? Nou ja, het is de enige manier om door die deur heen te komen. Gelukkig is het een rustig stukje, maar als je te maken hebt met tijd in een level, dan... gaat een serieuze durability damage opleveren voor je controle, toch? Kijk. Zo maakt Jill dus deuren open onder water. Gaat er even met de strijkbout overheen. En Archie. It's rather quiet. My time itself has stopped. Blobs we found on the beach. They came from oh. Here. Holy shit. That explains why Morgan cordoned off the area. Je gaat de volgende kamer binnen en dan zweeft er ineens zo'n grote levende vagina
zwem ik gewoon bijna naar binnen. It looks like he's down for the count. Ja, totdat ze drachtig worden, hè, dan... Je weet dat vrouwen dat gewoon als wapen gebruiken om... mannen mee... Nou ja, never mind. Ik kan twee kanten op. Waar zal ik eens heen gaan? Ik kan deze kant op, maar ik kan ook deze kant op. Het ziet eruit dat Jill gewoon de strijkbout er weer bij pakt en gewoon... Nou Chris, Jill laat in ieder geval zien dat ze... Oeh, er zwemt gewoon een haai daar buiten. Meerdere. Ik krijg hier echt zulke Subnautica vibes van ineens. Subnautica is een game wat veel later... Oeh, illegale custom parts. Veel later is uitgekomen dan dit spel. Maar ja, ik ben toevallig iemand die heel laat, pas in 2018, ervoor kiest om Resident Evil Revelations te gaan walkthroughen. We gaan snel die andere kamer overmaken. Nou Chris, wees maar blij. Want Jill laat hier zo zien dat ze goed met een strijkbout overweg kan. Dus, vrouwen zijn sowieso wel beter voor dat soort klusjes toch. Holy shit. Zie deze gast. Hij is literally drowning in pussy. Dat is de manier hoe hij doodgaat. Mensen denken dat dat een leuke manier is van doodgaan. Nou, ik zou wel oppassen met die woorden. Oh, daar. Oh, oh. Something's still alive. Careful, you won't be able to fight them off underwater. Hij ging die kant op. Die reuze zwemmende vagina. Dan ga ik deze kant op. Dat is goed. Echt. Als ik dit level uitgespeeld heb, ik durf nergens mijn snikkel meer in te steken hoor. Echt, krijg ik trauma van. Van deze shit. Nou moet ik serieus, het is wel cool dat ik trouwens een ammo case heb opgeraapt. Maar ik kan hier nergens anders naartoe. Dus ik moet naar de plek waar die grote zwemmende vagina naartoe is gezwommen. Oh boy. Waar is die heen gegaan dan? Dit loopt gewoon dood. Dit kan toch niet? Nou ja, whatever. Jill, je moet weer een deur open strijken met je strijkbout. Ja, door die scuba gear hoeven we niet de hele tijd lucht te happen. Dus ik kan wel gewoon lekker rustig overal kijken. Dat is in ieder geval wel chill. Hier, dit is een deur wat ik denk ik niet kan openstrijken met de strijkbout. It's locked. Yeah, no shit. It's an electric lock. I hope the emergency power still works. The wires are all pulled apart. I'll fix them. Okay, I'll see if I can get the power going. Okay, dus Chris die gaat iets doen met de bedrading. En ik moet dus een stukje solo. Oké dan, een stukje solo. Ze kunnen dus wel praten met elkaar, ook al hebben ze... Ook al zitten ze onder water met die hele buizen in hun bek zitten en zo. Ze maken wel van allebei van die Darth Vader geluiden, maar dat is logisch. Oh, hij is aan het zeven. Oh boy. Oh, daar zwemt er weer een. Ik hoop niet dat hij hier doorheen kan komen. Zo, ga jij die kant op? Dan ga ik snel hier naartoe en dan pak ik dit en... Dit loopt wel dood. Ik ga weer heel even terug, want ik weet niet. Kijk, daar is die weer. Volgens mij is het een bepaald patroon dat die levende vagina aan het zwemmen is. Dus ik ga er gewoon achteraan. Nou, en dan ga ik hier zo naar beneden. Kom op naar beneden, Waar is die gebleven? Nee, whatever. Het is... Waar moet ik precies naartoe? Oeh, hier is er nog één. Pas op Jill. Never know. It looks like that. Ik ga het niet poken of whatever. Maar ligt hier nog iets leuks? Ik heb net toevallig illegale custom parts opgeraapt. Dus, Zo, en dan gaat hij weer weg.
Weet. Zou je die voor die beesten de kaan... Ja. Hier. Pulse grenades. Ha. Fuck aan. Huh. Hij zwemt gewoon verder. Hij kan... Dat... Deze beesten die kunnen daar blijkbaar tegen. Volgens mij is dit de kamer waar ik... deze kamer ziet er anders uit. En, oh, hier is een knop. We worden wel beloond met leuke opera muziek ondertussen. Jill, the door is open. Okay, on my way back. Oh no, it's swing my way. It's swing my way. Help Chris, ik verzuip. Oké. YOLO genoeg, Jill, kom we gaan. Dit is een keer een wat ander soort level. Dit was geloof ik een safe stukje. Dit hier verder is ook een safe. Een veilig stukje waar niet zo'n groot beest aan het zwemmen is. Hier moet ik even oppassen, want hier zwemt er eentje. Ja, kijk, daar is die. En go. Dan ga ik gewoon achteraan. En dan gelijk hier zo het luik in. That was close. Ja, dit is gewoon het punt waar hij dan net opdraait. Zo, daar zo. Goed, snel terug naar Chris. Kijk, als hij de bedrading heeft gefixt, dan kan als het goed is nu die deur open. Okay, let's move in. Chris, help! Ik verzuip! Ik verzuip! Geintje. Kom, we gaan naar binnen. Rifle ammo en ik heb net een ammo case opgeraapt, dus dat is nice. En dan... kijken waar dit naartoe gaat.